leukste onderdeel aan deze opleiding vind ik dat je op een andere manier naar jezelf leert kijken en dat je daardoor jezelf ontwikkelt en ook je thuisbedrijf kan ontwikkelen. Heel erg internationaal, innovatief vind ik het. Je kan er alle kanten mee op. Maar ook gewoon veel vakken krijgt waar je echt wel wat aan hebt. Die technieken die ik aangeleerd heb op school, ja, neem ik mee in mijn werk. We hebben asperges thuis en pioenrozen. En zo ben ik een beetje ingerold. En er zijn heel veel ontwikkelingen in de tuinbouw. Dus niet alleen maar de standaard vakken, maar ook bijvoorbeeld precisielandbouw, gewasbescherming, bemesting, daar echt dieper op in. Dus waarom heeft een plant zoveel voedingsstoffen nodig en welke voedingsstoffen heeft een plant nu eigenlijk nodig? Wij hebben thuis een akkerbouwbedrijf en de opleiding helpt mij om thuis het bedrijf later over te nemen en inzicht te krijgen in het bedrijf. Je haalt echt de praktijk naar de klas. Ja, ik begeleid eerstejaars studenten. Die voeren een teelt uit in de kas. En ik geef leiding over dat project wat we hun uitvoeren. Bij de vorige module zijn we met een groepje naar een boer geweest. Om daar eens te gaan kijken wat de verschillen waren tussen zijn soort gronden. Je leert bij anderen kijken en je leert kijken hoe anderen het doen. Maar alle goede dingen kan je meenemen om je eigen bedrijf te optimaliseren. Ja, je kan natuurlijk alle kanten op. Je kan de verkoop in, je kan de vertegenwoordiging in. Echt in de advisering kan je naartoe. En echt de ondernemerskant. Dus daar krijg je wel meer verdieping in dan op het mbo. De opleiding staat wel hartstikke dicht bij het bedrijf en bij het werkveld eigenlijk. Je leert gewoon gigantisch veel. Ja, de skills eigenlijk die je nodig hebt om toch het bedrijfsleven in te gaan.